Welkom hier bij ons, de schoolreunie van de Leo School. Vandaag hebben wij te gast Gerard Datema. Alles wel met je, Gerard? Ja, gaat het uitstekend met me, ja. Lekker gepensioneerd, veel vrije tijd, leuke dingen doen. En eigenlijk nog wel heel druk. Heel druk met beeldhouden, boetseren, kleien. Ik zit nog op de academie in Laren. Dus ik heb expositie in Weesp met mijn beeldjes en dat gaat heel goed. Maar wat beeldende kunsten doe je dus? Heb je nog exposities daar houden? Want je zei in de Warrekam of dat is nu? Nee. Ja, ik volg nog steeds lessen op de academie in Laren. Op de Gooise Academie. En ik exposeer op dit moment in Weesp in een galerie. Met de beelden die ik maak en gemaakt heb. Eindelijk mag ik het zelf doen. Wat ik altijd heb moeten laten doen, mag ik nu eindelijk zelf doen. Ja, dan moet je even vertellen wat voor vakken je allemaal deed op de Leo. Ja, nou, ik ben eigenlijk gekomen om tekenen te geven. Maar ik had een lagere acte tekenen. En Domitilla die zegt van Gerard, het gaat niet goed. Ik moet ieder jaar voor jou een dispensatie vragen of jij wel les mag geven. Dus ze zegt, ja, dat wordt zo vervelend. Ga jij alleen maar Nederlands doen en dan benoem ik iemand anders wel voor tekenen. En op een gegeven moment gingen we fuseren. En toen was ik ineens wel bevoegd, want ik mocht wel tekenen geven op de MAVO, maar niet op een Leo. Nee. Dus ja, dat is een hele rare regeling. Daar had je een N-akte voor nodig of een M-akte. En ik had een L-akte, dus dat mocht dan niet op de Leo, maar wel op de MAVO. En na de fusie heb ik dus tekenen gegeven en handvaardigheid. Maar voor die tijd dan een klein beetje tekenen, daar ben ik eigenlijk voor gekomen. En later heel lang Nederlands gegeven. En uiteindelijk weer gestopt en geëindigd met het vak wat ik echt leuk vond, handvaardigheid en tekenen. En dat zijn mijn hobby's. En leukste vakken ook. Ja. Is er nog wat te verdienen tegenwoordig in de beeldende kunst? Lijkt me ook heel moeilijk, hè? Je verdient er echt niks mee. Ja, eer en roem en geluk erin. Het is leuk om te doen. Ontspannen, dus ontspannen erin spannen. En genoegdoening, dat je leuke dingen kunt maken. Ja. Hey, vertel even waar je precies eigenlijk vandaan komt, want je komt niet uit het Gooi, vertelde je net. En welke jaren zat je precies op de Leo? Dat willen ze graag ook weten natuurlijk, want vertel maar. Nou, even kijken, in 68 ben ik naar Laren gekomen. Ik ben naar het Gooi gekomen omdat ik het Gooi zo mooi vond. Ik dacht, ik heb hier in dienst gezeten en ik zwierf hier nogal rond als militair in Laren, in Blaricum. En toen dacht ik, god, wat een mooie omgeving, dus daar wil ik later mijn kontje van neerzetten. En het is gelukt. Ik ben vanuit dienst direct naar Laren gegaan, op de lagere school, 4 jaar. En dat was in 68 ben ik toen naar de Leo gegaan. Dus je zat gelijk bij de Mamoe-wet invoering. Zat je daar al dus? Ik zat eerst op de lagere school, gewoon op de Alibisie-school, op de Eemnesseweg. Het was toen net een gemengde school geworden, vroeger een jongensschool. Ja. En Hans Verdeuren gaf daar handvaardigheid bij ons als vakleerkracht. En toen heb ik een keer aangesproken. Ik zei, als bij jullie op school een baantje is vertekend van handvaardigheid, geef me even een seintje. Die kwam op een gegeven moment dag met het lokaal binnenstormen van, nou, er is een vacature bij ons. Dus s'avonds zat ik bij het schoolbestuur om te zeggen van, ik wil daar graag heen. En het is gelukt ook. Ben je wel katholiek? Ja. Oh ja, wat heet katholiek? Ik weet nog dat ik moest solliciteren toen voor de lagere school. Dat was echt op de pastorie. En met het hele schoolbestuur, de pastoor erbij, de kapelaan erbij. En daar werd echt wel gevraagd of je ook praktiserend was. En dat was, daar kon je er niet omheen. Nee, je kent het verhaal, hè? Dat hebben we gehoord van Evert Wijze, dat hij les moest geven aan die meisjes. En hij was eigenlijk protestant, hè? Wist je dat? Ja, dat wist ik. Ja, protestant volgens mij. Maar was hij heiden, hoor. Maar goed. Ja, hij was een ketter, zei hij. Ja, dat zei Martin Schepers trouwens. Ja, dat klopt. Goed, even kijken. Maar goed, je wou nog weten waar ik vandaan kwam. Ja. Dus, ik kom uit de Wieringermeer, ben dus uit de klein getrokken. Echt een boerenzoon. Maar goed, dat was wel een geselecteerd publiek daar in de Wieringermeer. Dat moeten we niet onderschatten natuurlijk. Hè. Echt uitgekozen. En toen op een gegeven moment daar vandaan dus naar het Gooi vertrokken. Ja, ik hoorde van Kees Jan Blok, jou wel bekend, dat hij jou laatst tegenkwam in de polder. En dan was mijn vraag, en dat was ik eigenlijk vergeten te vragen, ben je een vogelaar? Nou ja, ik heb heel veel vroeger in de polder rondgekeken naar vogeltjes. Er is nu weinig meer te zien, maar ik weet nog dat ik nog toch de kempaan heb gezien. En allerlei dieren die je nu niet meer vindt. Dat vind ik wel eigenlijk heel erg jammer. Maar dat is toch nog een beetje misschien het oude. Weet je al, die ruimte, dat trekt mij dan nog wel. Gewoon lekker de wind door je haren laten waaien. En die enorme vergezichten, dat trekt me nog steeds. Ik trek nog steeds vaak even de polder in. Ja, vind ik heerlijk. Met de verrekijker? Met de verrekijker, fototoestel mee. En dan,
vind ik leuk. Met die lastige Kees Jan tegen. En, ja, maar Kees Jan zit altijd aan zijn bootje te schuren. Zo daar bij dat haventje. Even een babbeltje maken, ja. Nou, hij zit meer beneden deks, heb ik gehoord gisteren. Ja, dat zal best wel, ja. En alcohol. Ja, dan zie ik het bootje wel eens een beetje schommelen, ja. Kan je iets vertellen over je layout-tijd? Zeg maar, hoe vond je de layout? Goed, het is een beetje pittoresk schooltje, zei ik, vond ik altijd. Het is nu een heel groot college geworden uiteindelijk. Ja. Maar hoe vond jij zelf? Hoe kijk je terug op die tijd? Nou, ik vond het een geweldige tijd. Het was overzichtelijk, het was gezellig. Onderling de sfeer met de collega's was uitstekend. En ja, ik vond het altijd een hele gezellige school en heel leuk om met de kinderen te werken. En als ik nu ook oud-leerlingen tegenkom, nou, iedereen die praat er nog over van gewoon een gezellige tijd. En dat was het ook. Ik deed ook altijd, vind ik, heel gezellige dingen met Nederlands ook. Heel veel toneel hebben we gedaan. Opname met video, toneelstukjes schrijven, pantomime en zo. Dus Nederlands was voor mij niet alleen maar schrijven en een domme dictee, maar gewoon ook spreekvaardigheid en gewoon leuke dingen doen. Toneelstukken maken, in elkaar zetten, regie voeren en nou, dat dan weer uitschrijven. Dan met een verdere bedoeling. Maar dat kon ook allemaal toen nog. En dat zou je nu niet meer kunnen doen, denk ik. Mis je het niet, de oud-leerlingen, zeg maar? Nou, weet je, dat in het begin wel natuurlijk. Dan denk je, ja, je valt toch wel in de gat als je met pensioen gaat. Maar ja, je hebt natuurlijk al zo lang en zo lang gewerkt dat je denkt, ja, dan vind je het ook alweer heel erg leuk om weer andere dingen te doen waar je eigenlijk nooit naartoe gekomen bent. En ja, dan gaat het weer wennen ook. Maar ja, missen doe je ze wel. En het is altijd wel leuk om ze weer te ontmoeten en weer te zien. Ja, ze zijn er 4 oktober, dus je mag zo nog een oproepje doen, hè, die je graag terug zou willen zien. Want had je nog bepaalde banden met leerlingen? Of zeg je van, nou, die is me altijd bijgebleven? Nou, weet je, ik ben natuurlijk, Leo heeft dat 88 geduurd. Ik ben toen geen mentor geweest van de groepen, voor zover ik weet. Omdat, ja, dat waren de oudgedienden vaak. Er zijn wel heel veel kinderen die ik herinner. En dat zijn dan vooral de kinderen waarbij ik dan bijvoorbeeld in werkweken en zo heel veel goed contact mee heb gekregen. Maar om nou te zeggen, ja, er waren wel een aantal leerlingen die ook bij mij thuis kwamen oppassen op mijn kinderen en zo. Daar heb ik nog wel heel veel banden mee en die zie ik ook nog wel. En dat zijn eigenlijk echt de hele contacten die ik echt heb aangehouden. Maar voor de rest, ja, iedereen stroomt uit en gaat zijn zwees, hè? Ja. Volg je het onderwijs nog een beetje vandaag de dag? Wat vind je er nu tegenwoordig van het onderwijs met het verschil van vroeger? Ja, ik bedoel, door de wetgeving vind ik dat het voor het onderwijs wat moeilijker gemaakt wordt. De bezuinigingen zijn natuurlijk, vind ik, een hele slechte zaak. En zeker als ik kijk naar het lager onderwijs waarin volle bakken zitten van 32 kinderen en waarvan er een stuk of 9 met een rugzakje die tegenwoordig mee moeten draaien met het geheel, dan geef ik je te doen. Denk ik. Ik heb al een beetje meeleiden met ze te doen. Ik denk van, ja, dat moet eigenlijk anders. Ja. Die hobby's hebben we eigenlijk al over gehad, maar buiten het beeldhoud, kunst en tekenen en zo, heb je nog andere hobby's? Dat je zegt van, we zien je op een fiets als een gek of schaatsen, wat doe je nog meer? Nou, ik heb heel lang gefietst met mijn racefiets door de polder. Dat deed ik altijd rondje polder 2 keer per dag. Ik schaak regelmatig, lees veel, teken nog wel veel, maak cartoons. Daar heb ik heel veel gedaan. Het einde van mijn carrière, van iedere week een cartoon voor de schoolkrant. Ja. En, heb je die trouwens nog, die cartoons? Ja, die heb ik nog. Ik heb heel veel cartoons. Maar ja, goed, dat is niet meer actueel. Ja, het is heel actueel. Dus de leerlingen die daar zullen zijn op de reunie zullen dat allemaal niet meer herkennen. Maar ik maak iedere week een. Ik heb er nog een stuk of 100, denk ik. Oké. Ik zal er wel eens een paar meenemen voor je. Ja. Je bent getrouwd en ik heb net gezien dat je een mooie dochter hebt. Die heb op Larenberg gezeten. Of gezeten, ja, alweer. Hoeveel kinderen had je? 3. 3 dochters. Ja. 3? Ja. Wow. Ja, allemaal meiden dus. Ja, die wonen alle 3 in Amsterdam. En ja, de ene is een beetje de kunst ook ingegaan. De andere is verloskundige. En de jongste, dus Daphne, die studeert nog. Okay. Heb je nog zeg maar contact met je oude collega's? Hè? Zoals Hans van Deuren, neem ik aan, die zie je nog wel. Evert Wijs in Laren. Maar heb je nog met anderen, of zeg je van, ja, dat is allemaal verwaterd natuurlijk in de loop der jaren? Ja, ik heb wel oud-collega's, maar die zullen de mensen die dan op de reunie komen niet kennen. Daar biljart ik mee, onder andere met een oud-collega, geeft een maatschappijleer. Maar dat is Eddie Hillhorst. En die daar zullen ze niet kennen. Nee. Goed, heb je nog wensen trouwens voor in de toekomst? Van, nou, dat wil ik nog heel graag doen.
En wanneer ben je jarig? Heel op vraag ineens, hè? Ik ben op een rotdag jarig, 1 december. Dat is echt een dag zo voor Sinterklaas dat iedereen zegt... Nou, we kunnen niet komen, het is druk, het is glad, het is donker. En meestal te druk. En wensen? Nou, wensen heb ik helemaal niet, nee. Ik ben gelukkig en ik hoop heel oud en gezond te blijven. Ja, want hoe oud ben je nou precies? Ik ben nu 68. Hij is 68. Nou, maar kijk eens, helemaal netjes. Trendy, zoals je van een tekenleraar met rode schoenen heeft hij aan. Ja, ik moet het toch een beetje vertellen. Ja, hey, het is 4 oktober aanstaande. Over 2 weken, precies over 2 weken, ja. gaan we de reunie doen. Weer nog wat zeggen tegen al die oud-leerlingen. En natuurlijk dat ze moeten zoeken. Maar ik geef even de microfoon aan jou. Ja. Nou, ik hoop heel veel van jullie te ontmoeten. Ik kom natuurlijk heel veel oud-leerlingen tegen. En ik heb ook via oud-leerlingen gehoord dat die reunie er is. Dus vandaar dat ik contact heb gezocht. En ik vind het erg leuk om jullie een keer toe te spreken. Ik hoop dat ik veel oud-leerlingen zie en herken. En dat het een heel leuk weerzien wordt. Nou, dat zeg je mooi. 4 oktober, Gerard. Nogmaals bedankt dat je hier voor de schoolreunie van de Leo Hoogschool de tijd voor vrijmaakte. En het gaat je goed. Graag gedaan. Dankjewel.